Matthijs Samuel wordt gehandhaafd als CARICOM jeugdambassadeur, bevestigt minister Steven McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. De jeugdambassadeur kwam recentelijk in opspraak vanwege normafwijkend gedrag, waarna aan het ministerie van Jeugdzaken de vraag werd gesteld als Samuel in zijn functie zou blijven. Minister McAndrew zegt dat er goed is overwogen alvorens tot het besluit te komen. Wel, bij zulke cases en ook met dingen die te maken hebben met kinderen moet je altijd erop letten toch? Van als je een sanctie neemt, gaat het niet extreem zijn, gaat het niet juist niet in het belang zijn van het kind. En dat hebben we zeker in overweging genomen. We hebben ook gekeken naar de sanctie die onderwijs zou opleggen. Dat was een schorsing voor 2 dagen. Daarna zou hij terug kunnen naar school. Dus in dat kader hebben we ook dan besloten om hem te handhaven als jeugdambassadeur. We hebben met hem gesproken en hem duidelijk gemaakt dat hij een voorbeeldfunctie heeft. En we gaan ook ervoor zorgen dat hij de nodige begeleiding krijgt. We zijn op dit moment bezig met een specialist op dat gebied om te kijken als ze bereid is om met AWJ in zee te gaan. De minister zegt dat met zijn handhaving er ook begeleiding wordt gegeven. McAndrew geeft aan dat er ook stappen gezet zijn om het jeugdbeleid verder aan te passen en benadrukt dat er vele vraagstukken zijn waarover hij en zijn collega's zich de afgelopen tijd hebben gebogen.